Hey, dit is Steven van Wetenschapsschool.nl. Hier een filmpje over de weerstand. Goed, als we iets aan een schakeling veranderen. We sluiten de lampjes bijvoorbeeld anders aan of we voegen iets toe of zoiets dergelijks. Als we dus iets aan die schakeling veranderen, dan blijven slechts twee grootheden met zekerheid gelijk. En dat is de spanning van de spanningsbron. Daarom noemen we het ook een spanningsbron, omdat de spanning gelijk blijft. En de waarde van zogenaamde Ohmse weerstanden. Alle andere dingen die kunnen veranderen. Nou, nog even over wat zijn de nou oomse weerstanden. Oomse weerstanden zijn weerstanden met een vaste waarde en het bekendste voorbeeld hiervan is een vaste weerstand. Dat gaven we aan met zo'n blokje in de tekening. Nou, een oomse weerstand kunnen we ook in een zogenaamd U-I-diagram makkelijk herkennen als een rechte lijn die door de oorsprong gaat. We noemen dit ook wel een recht evenredig verband. Dus nogmaals, en dan gaan we zo een voorbeeld van zien. Als we iets aan de schakeling veranderen, dan blijft alleen de spanning van de spanningsbron gelijk en de waarde van Ohmse weerstanden. Een voorbeeld. We hebben twee dezelfde lampjes en die zijn in serie aangesloten op een spanningsbron van 12 volt. De spanningsbron levert een stroomsterkte van 300 mA en we willen berekenen de stroomsterkte die de spanningsbron levert als we de lampjes opeens parallel gaan aansluiten. Nou, dit is de eerste situatie, twee lampjes in serie. 12 volt was de spanningsbron. Uh, 300 mA is 0,3 ampere, uh, leverde de bron aan stroomsterkte. Nou, ik teken dit even omdat we hebben allerlei gegevens en we gaan ook nog meer gegevens uitrekenen. En als we met dit soort schakelingen werken, dan is het echt van groot belang om de schakeling even te tekenen en de gegevens op de juiste plek te zetten. En dat heb ik bij deze gedaan. Nou. Als er 0,3 ampère uit die spanningsbron stroomt, dan moet er hier volgens de stroomwet van Kirchhoff 3 binnenkomen. De stroom kan ergens nergens anders heen. En als er hier 0,3 uitkomt, moet daar ook weer 0,3 uitkomen. Wederom, de stroom kan nergens anders heen. Nou, we kunnen ook iets over de spanning zeggen. Um, een lading besteedt in totaal 12 volt. Dat betekent dat als we door die stroomkring gaan, in totaal 12 volt uitgegeven moet worden... Nou, hoe weten we dat die volts hier 6 om 6 worden en niet bijvoorbeeld 5 om 7 of zoiets dergelijks? Dat weten we omdat hier staat dat er dezelfde lampjes worden gebruikt. Als je op een toets ziet dezelfde lampjes, zou ik die woorden echt onderstrepen, want dan weet je in dit soort situaties dat die volts dus gelijk gaan verdelen. Nou, nu we twee gegevens weten bij één lampje, kunnen we de wet van Ohm gebruiken. U gedeeld door I is R, 6 gedeeld door 0,3 is 20 Ohm. Dat hebben we hier. Ik heb nu alles uitgerekend over deze schakeling. Nu gaan we er een parallelschakeling van maken. En we zullen zo zien wat de reden is dat we hier even de weerstand hebben uitgerekend. Nou, dit is de parallelschakeling. En bij een pa als we een schakeling veranderen, wat we in dit geval gedaan hebben, van serie naar parallel, dan bleven maar twee dingen hetzelfde. Dat was de spanning van de spanningsbron, 12 volt, en de weerstand van de Ohmse weerstanden. Nou, als er in de vraag nergens nergen staat dat de weerstand verandert, dan mag je ervan uitgaan dat deze lampjes een oomse weerstand hebben. Dit is dus 20 ohm, dit is 20 ohm, dus dat blijft 20 ohm. Verder, zoals we gaan zien, de volts van de lampjes, de ampère van de lampjes, de ampère van de spanningsbron, dat kan allemaal veranderen. De enige dingen die hetzelfde blijven is spanning, spanningsbron en weerstand van de oomse weerstanden. Nou, nu kunnen we weer kijken naar de spanningswet van Kirchhoff. Als dit 12 volt is, dan moet dit ook 12 volt zijn. Dat ook 12 volt, omdat in deze stroomkringen maar één lampje zit en dus alle energie wordt uitgegeven. Nu hebben we weer twee gegevens op één plek. Kunnen we de wet van Ohm gebruiken. U gedeeld door RSI, 12 gedeeld door 20 is 0,6 ampère voor beide lampjes. Nou, als hier 0,6 uitstroomt en hier stroomt ook 0,6 uit, dan komt hier 1,2 samen bij de batterij. En dit hier is dan ook het antwoord op de vraag, namelijk hoeveel stroomsterkte de spanningsbron levert in een parallelschakeling. Nou, we zien hier dat in een parallelschakeling de uh, spanningsbron veel meer stroom levert. Hier was het 0,3, hier was het 1,2 ampère. Dus het ligt echt aan hoe we dingen aansluiten, hoeveel stroom die batterij gaat leveren, terwijl de spanning van de spanningsbron gewoon netjes gelijk blijft. Goed, dat was hem weer. Dank voor het kijken. Wil je mijn kanaal steunen? Klik dan op de like-knop en vooral ook op de subscribe-knop. Voor het volledige lesprogramma kun je terecht bij wetenschapsschool.nl See you next time!